Vorige week hebben wij twee inbrekers laten zien. Ze hadden ingebroken in een filiaal van het Kruidvat in de Koppelstokstraat op Scheveningen. We hebben ze vorige week onherkenbaar laten zien, want de officier van justitie wilde ze nog een week de kans geven om zich te melden. Nou, van één van de twee heeft de politie inmiddels wat informatie waar ze mee verder kunnen. Van de ander nog niet. Dus die gaan we herkenbaar laten zien. Het is zondagochtend 17 september, 17:15, als dit filiaal van Kruidvat aan de Koppelstokstraat voor openingstijd al bezoek krijgt van twee in het zwart geklede inbrekers. Hoe ze zijn binnengekomen is onduidelijk. Het alarm is in ieder geval door middel van een code uitgeschakeld. Dit zijn de inbrekers. Een van de twee heeft een rugzak bij zich voor de buit die ze van plan zijn te maken. Gezien hoe ze te werk gaan, weten ze precies waar ze moeten zijn en wat ze moeten doen. De twee mannen lopen direct door naar het kantoor waar ze binnen weten te komen. En het lukt om een kluis te openen. Daarna draait een van de twee de camera weg met de stok van een bezem, zodat ze daarna niet meer te zien zijn in het kantoor. Maar in de winkel zijn ze des te vaker in beeld, hier als ze voor de eerste keer vertrekken. Ook de camera's lijken hen bekend, want ze doen goed hun best om hun gezichten buiten beeld te houden. De daders zijn die zondag in totaal 3 keer binnen geweest, tussen 18:00 en 22:00. De politie is druk bezig met het onderzoek naar de inbraak en kan alle informatie goed gebruiken. Wie zien we hier? Ze letten bij hun vertrek goed op of iemand ze ziet vanaf de straat. Want hoewel het zondagochtend vroeg is, zijn er wel al mensen op de been. Uiteindelijk verlaten ze hier het Kruidvat en verdwijnen de Koppelstokstraat in. Een tip doorgeven kan zoals altijd via de tiplijn op 0800 6070 of digitaal via het formulier waarvan de link op onze site staat. Als u een of beide verdachten persoonlijk kent en daarom liever uw eigen naam niet zegt, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem. Dat is niet van de politie, uw naam komt niet in het dossier terecht, maar uw informatie kan mogelijk wel worden gebruikt in het onderzoek.